Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 20 januari van Weerplaza. Een hoogdrukgebied boven het oosten van Europa bepaalt de komende twee dagen het weer in onze omgeving. De zon die schijnt vandaag de hele dag vrijwel onafgebroken, alleen in het noorden van het land zijn wat meer wolkenvelden te vinden. Het vriest vanochtend op veel plaatsen. Vanmiddag komt de temperatuur even een paar graden boven het vriespunt uit. De wind is zwak tot matig en waait vanuit een oostelijke richting. Later vanmiddag en vanavond gaat het op veel plaatsen weer vriezen. Vannacht is matige vorst overal mogelijk. Mogelijk zelfs streng in het noorden van het land met min 10. Morgen ziet het er vooral in de noordelijke provincies anders uit... met af en toe wolkenvelden. Ook in het midden drijven een paar wolkenvelden voorbij. Het blijft echter droog. Het wordt 2 tot 4 graden bij een matige zuidelijke wind. Dinsdag is grote kans op sneeuw. Op sommige plaatsen valt 4 centimeter. De grootste hoeveelheden worden gemeten in het midden van het land. In het westen valt er hooguit 1 of 2 centimeter. Daarna is het droog en blijft het koud. Mijn naam is Diane Bouy van Weerplaza.